Ik werd gevraagd door Gerard Cornelissen en ook Esther Hamming die dit produceren. En ja, voor Scrooge dan mag je mij 's nachts wakker maken. Dat vind ik alleen maar leuk om te doen. We repeteren vanaf 26 november en dan repeteren we zeg maar een maand. En dat moet ook even kijken. 23, 24 en 25 december zijn de voorstellingen hier in het theaterhotel in Almelo. En er zijn twee avondvoorstellingen, één matinee is er zelfs, één middagvoorstelling. Dus je kunt vooral de eerste dag kun je nog langs de Bethlehem Boulevard lopen. Zo de theaterzaal in. Er zijn allemaal leuke arrangementen met diner ervoor en eten daarna. En allerlei dingen die je kunt doen, allemaal rond kerst. En vooral een hele mooie, ontroerende voorstelling waar het vooral over geven gaat. Soms is het stil in het oude huis. Gaat de tijd al zo langzaam voorbij. Ben ik de hertaler. De hertaler? Ja, hertaler. Ik bedoel, Scrooge is zo'n bekend verhaal. Maar we gaan hem natuurlijk wel een beetje op onze eigen manier doen. Dus de alle oude waarden van Scrooge, van het nare, schraperige van die man, blijft erin. En al het warme, zo iemand die zijn leven beziet en uiteindelijk denkt van ja, ik moet het toch anders doen. En het warme kerstgevoel, dat zit er allemaal in. Maar het zit er ook een beetje op onze manier in. Jonne, ja, dan hebben we nog Pieter, Olivier, ik weet niet of, ja, Olivier is ook, fantastisch Olivier. Dan hebben we ook nog Matthew, dat is Jesper Lof. Kom maar naar voren Jesper. En natuurlijk kleine Timmy, of de Tiny Tim, en dat is Simeon Bill. De familie Cratchit bijvoorbeeld, praat erg plat. Maar niet zoveel dat mensen die Twents niet verstaan het niet meekrijgen. Het zit hem ook in, het zit hem in details vaak. Hè? Het zit hem, Twents dingen, hoe wij dingen beleven zit heel vaak een beetje tussen aju, tussen neus en lippen. Hè? Onze waarheid zit vaak ook tussen neus en lippen, tussen de regels. Dat zit in het script ook een beetje in. Maar aan de ene kant is het oude, vertrouwde Scrooge verhaal. En aan de andere kant is het gaan, zoals wij dat hier doen.